Wij gaan deze vrouw gaan we interviewen op deze stralende heerlijke dag, want we willen u graag wat vragen stellen over de onduldbare smerige poep die wij hier vinden. Ja? Ja, hij loopt nog steeds. Dit zijn wat intermezzi. We willen graag weten wat u denkt van die smeerlapperij hier op straat. Van die poep? Ja, van die smerige poep. Nou, ik zou persoonlijk zal ik die stroom van die mensen zal ik aan de deuren smeren. Ja, en voor de drempels. En wat denkt u dat er dan gebeurt? Ik weet niet. Nee, denkt u dat die mensen dat leuk vinden? Nee, tuurlijk niet. Nee, en wat denkt u dat de reacties van die mensen die stront en poep vinden aan hun deur? Niet leuk. Maar dat willen wij ook niet op straat. Nee, wij willen dat ook niet op straat. Maar lost dat iets op om aan de deur te smeren? Nou, ik denk het ook weer niet. Nee, en wat gaat u doen als zij het aan uw deur hebben gesmeerd? Nou, ik weet niet. Ik denk dat ik kwaad zal wezen. Dat wel, maar ik weet niet wat ik zal doen. Nee, nee, nee. En wat denkt deze kleine dreumes van poep op straat? Oh, elke keer. Wat denk jij van poep op straat? Vertel eens. Jij mag iets zeggen. Vertel eens wat. Zeg eens A. Nee, zij wil niks vertellen. Zij denkt helemaal niet over poep op straat. Mevrouw, wij danken u hartelijk voor deze verhelderende woorden. En kijkt u uit voor de poep op straat? Ja, ja. Zullen wij die werklieden in... Als jij ja zegt, dan ga ik beginnen, ja? Ja hoor. Wij gaan deze meneer een vraag stellen hoe hij denkt over de smerige, onduldbare stront hier op straat. Het feit dat het hier vol ligt met poep. Wat is uw naam? Ik ben Ronald Martine. Ronald Martine. Ronald, wat denk jij van deze smeerlapperij hier op straat? Ja, ik heb niks tegen, maar ik bedoel, kijk, ik woon ook niet hier, hè. Maar ik bedoel, ja, als die honden gaan eruit, hè? Ik bedoel, ze moeten gewoon een poepje doen of een plasje doen, zo weet je. Maar ja, die mensen die eigenaar zijn van die honden of zo, weet je, dan moeten ze ook die honden stellen voor, gewoon zeggen, nou, daarin moet je of die poepje gewoon, als ik gepoept heb, gewoon die ding oprapen, zo weet je. Op een veilige manier zetten, zo weet je, waar het hoort, snap je? Ja. Erop, hè? Nee, nee. Maar stel, Ronald, je loopt hier op straat en je glijdt uit over een smerige, zachte, gele poep en je weet van welke hond die is en je kent de eigenaar. Wat zou je dan doen? Nou, ik ben een hele rustige persoon, hè? Maar ja, in die moment zal ik wel vloeken, hè? In mijn eigen. Maar daar kan je niks aan doen, snap je? Dus dan kan je niet tegen die mensen gaan dan zeggen, nou, dan moet je die... Dan moet je die hond daar ergens laten poepen. Kijk, een hond die heeft ook geen verstand van een mens, snap je? Dus ik reageer me gewoon op mijn eigen hond kwaad, in mijn eigen, maar ik blijf gewoon rustig. Maar je weet wie het is en je weet van wie die hond is. En daar zou jij, als je stelt dat je man redelijk goed kent, het is je buurman. Zou je hem op een gegeven moment niet zeggen, nou meneer, is het niet mogelijk dat u dat in de goot doet? Stel dat dat zou kunnen, dat zo'n man, je weet, die man die wordt niet boos. Zou je dat dan zeggen? Nee, ik denk het niet, want zo persoonlijk, ik ben iemand heel rustig, hè, weet je, en ik ben iemand niet gesloten, maar ik hou mijn dingen gewoon, weet je, voor mij eigen, weet je. Kijk, die man, dat zeg ik nogmaals, hè, die man die kan niks aan doen, snap je, en kijk, het is door die hond, hè, ben ik getrapt in die poep, snap je, en kijk, die hond heeft ook geen verstand, hè, en dan kan ik die man ook niet gaan, weet je, die verhalen gaan verhalen op hem, weet je, en dat gaat niet, hè, nee. dat denk ik anders op. Ronald is een hele wijze man, een hele wijze, zachtaardige man. Wat denk je van het systeem, Ronald, van de hondenbezitter die een emmertje bij zich moet hebben en die op het moment dat de hond poept, dat verplicht is? Wat denk je daarvan? Ja, wat denk ik ervan? Nou, het is wel een moeilijke vraag, hoor. Nee, dat kan ik niet beantwoorden. Nee, dat hou ik van mij. Ronald weet daar geen antwoord op. Wij sluiten. Ronald weet daar geen antwoord op. We staan hier voor de basisschool De Driesprong en ik wilde aan de juffrouw Siets een paar vragen stellen. Vindt u dat goed? Ja, vind ik prima hoor. Ga je gang.
Het gaat er namelijk om, wij hebben ontdekt dat in deze buurt zo ontzettend veel hondenpoep overal verspreid ligt. Heeft u daar op deze school ook wel eens last van? Ja, heel verschrikkelijk. En ze laten de honden zelfs op de speelplaats uit en in de plantenbakken hier voor de school. Dat is echt een ramp. En heeft u wel eens geprobeerd om daar iets aan te doen? Of, We hebben acties gevoerd, onder andere met de reiniging. En verbieden sowieso al honden in de school te komen. Maar het is nog niet erg doorgedrongen tot de mensen. Heeft u nog plannen om in de toekomst iets te ondernemen om die hondenpoep van de speelplaats te weren? Nou, ik weet toevallig van een moeder van een van de leerlingen. Die zit bij de gemeente en die zijn dat heel streng aan het aanpakken. En die gaan wijkgerichte deuren af om de mensen daar nog eens een keer op te wijzen. Dus ik hoop eigenlijk maar dat onze wijk ook gauw aan de beurt is. Zodat we er dan misschien een beetje minder last van hebben. En misschien gaat er dan ook bekeurd worden of iets dergelijks? Ja, dat is de bedoeling daarvan. Nou, we hopen dat u in ieder geval succes heeft met uw acties. En bedankt voor het interview. Graag gedaan hoor. Nou. Wees Kees. Bedankt. Hij staat nog steeds aan. Man. Nee, hij staat nu aan. Hij staat toch aan. Dus ik weet niet of jij... Gebeurt er wat? Oh ja, nou, film verpest. Hupsakee. Dag mevrouw, mag ik misschien een paar vragen stellen over de hondenpoep in de wijk? Ja hoor, dat mag. Ik wilde vragen, heeft u daar erg last van? Ja, het is wel heel vies hè, op dat schoolplein bij ons waar al die kinderen mee opspelen. Daar ligt regelmatig, liggen daar grote hopen. Dat is wel erg smerig, dus last hebben we er wel van, ja. Dus kinderen gaan regelmatig op de speelplaats en dan trappen ze erin? Ja, dat kan je wel zeggen. En ook hoe heet het? In de plantsoentjes, hè? Onder de ramen. Als dan zomers daar de zon op staat, gaat dat heerlijk stinken. En wordt dat niet schoongemaakt dan? Ja, er komt eens in de zoveel tijd wel iemand van de plantsoenendienst, maar die komen niet om de hopen poep weg te halen natuurlijk. En als de kinderen in de poep getrapt hebben, dan moet u dat dan schoonmaken? Ja, dan komen ze met de flinke hopen onder de schoenen binnen. 'S Morgens om 9:30 is dat altijd erg leuk. Oh, Getsie. Moet er niet aan denken. Om dat weg te halen. Ja, ik weet wel, een paar jaar geleden hebben we nog eens een hele middag lopen vegen. Hè, op de Schravenzandelaan. Maar of dat nu nog gebeurt, ik geloof het niet. Wie ondernam die actie dan? Volgens mij de gemeente. De gemeentereiniging met alles in de buurt hier. De scholen en de buurthuizen. Maar echt zeker weten doe ik dat niet. Nou, ik weet het wel met eventuele bewonersorganisatie. Organisatie zat er ook bij. Ja, die helpen allemaal als vrijwilliger mee. Maar ja, we hopen dat we nou eerder dan toch maar weer een actie moeten starten, denk u niet? Ik denk dat het wel prettig is, ja, als iedereen meewerkt. Weet u nog een leuke leuze voor de hondenpoep die weg te houden? Nou, poep van de stoep. Ja, die vind ik wel leuk. Bedankt voor uw interview. Ja? Zo, wil jij op de film? Ik mag jou een paar vragen stellen. Ja? Hoe oud ben je? 6. En hoe heet je? Jana. Jana, wat een mooie naam zeg. 6 jaar. En zit je hier op school? Ja. Zit je in de eerste klas? Nee. Zit je nog op de kleuterschool? Ja. Ja? En hoe vind je het op school? Leuk. Vind je het leuk? Ga je dan ook spelen met beertjes en poppetjes? Ja. Ja. En wat doe je nog allemaal? Werk op school. We moeten elke dag een poesje maken. En muziek ontgemend. Oh ja? God, dat is erg leuk zeg. En heb je nog wel eens vechten in de klas? Nee. Dus alle kindertjes zijn lief tegen jou? Ja. En dus jij bent een heel braaf meisje? Ja. Dus je krijgt van Sinterklaas ook altijd cadeautjes? En van de kerstman? Ook. Ook? God, dan ben je helemaal een dubbel braaf meisje. Oké, stoppen maar. Gaat. Dat loopt. Nou, hier staan cijfertjes op. Oh, ja. Nou zit hij op 8. Oh, nee. Zie je dat hier niet in? Oh. Neemt hij nu al in? Ja. Ja, hij neemt op. Kijk nu.
Hij neemt wel op, ja, en een microfoon ook. Je kan altijd hier controleren of je de band ziet draaien. Ja. En dat doet hij. Want bij ons zit er hier een dingetje in waar je het kan zien, maar dat zit je niet. Blijven we alleen dit opnemen of gaan we nog verder naar het andere bordje? Zullen we? Ja, we maakt niet uit. Je kan hem nu dus gaan of je kan draaien met hem. Ja? Ik zit nu op 53. Kan je zelf, Nee, dat begrijp ik niet. Ik draai dit ding en dit... Als je met de ene hand die vasthoudt en met de andere die, dan hoef je niet zo met je oog zo. Je ging helemaal zo bukken. Snap je? Kan je gewoon kijken. Heb je hem? Blijf nog steeds opnemen, hè? Ja. Hoe lang kan je nou eigenlijk opnemen? Die is 180 minuten. Ja, 3 uur. Ja. Nee, dat hoeft ook niet. Want het is wel fijn dat je dus ruimte hebt. Jij hoort zeker nu alle geluiden. Ook van de auto's en de wind. Hoor je de wind ook? Nee, ik hoor... Ik hoor eigenlijk alleen maar iets als er gepraat wordt. Ja? Oh, dat is wel fijn. Hey, Eve, mag ik ook eens een keertje? Dat is net gebeuren. Oh, ik moet hem gewoon omhoog trekken. Je mag hem wat losjes zetten. Ja, maar ik heb wel zin om wat anders op te nemen. Ik keer me om en dan kijk ik naar die besjes. Lijkt me ook wel leuk. Ja. En nu staat hij dus vast, hè? Dan kan je er makkelijk mee lopen. Ik draai hem gewoon om. En dan ga ik verder door op te nemen bij de besjes. Ja. Hij staat zo wel goed. Dan moet je opletten als hij op statief staat. Waarop? Dat hij goed stevig staat, dat hij niet gaat wiebelen. Pas op, want hij staat nog vast. Hij staat vast? Oh, ik geef dat ding nou eventjes weer. Kijk of we daar iets mee kunnen doen. Wacht, ik zie het wel. Hij staat aan hoor. Moet hij uit? Moet hij op aan? Dat hoort niet. Ik zag die jongen dat straks wel goed doen. Ik snap niet. Maar ik had hem op pauze gezet, hè? Ja? En nou wilden we weer gaan opnemen. Ja, dat moet zij doen, hè? Oh. Dat neem ik nu wel. Hoezo moet ik doen? Ik heb hem Lies. Ik heb hem op het ogenblik. Heb je hem uitgedaan of niet? Ja. Nee, jij staat dus nu aan. Zij indrukt. Jullie, jullie hoeven helemaal niks te doen. Wij hoeven alleen aan. Daar zit een knopje. Dat oranje knopje. Dat is eigenlijk gewoon aan uit. Je zorgt dat hij hier altijd op play record pauze staat. Ja. En als die dan, als jij wil lopen, dan staat hij eigenlijk gewoon startklaar. Dat betekent dat. Standby noemen ze dat. Dan staat hij dus play, record, pauze. Als je dan wil lopen, dan hoef je alleen met je duim, want je staat immers aan de camera. Als je in je eentje bent bijvoorbeeld, hè, druk je alleen dat knopje in en dan loopt hij. Als je klaar bent, druk je dat knopje in, dan staat hij weer op pauze. En als je dan echt klaar zet, zet je hem pas op stop. Ja, druk hem eens dan in. Druk hem eens in dan. Stop hem eens. Dat kan van hieruit ook zien of niet? Nee, nee. Ik denk dat jij dat niet kan zien. Stop hem eens. Wie moet hem nou stoppen? Lies. Lies moet hem indrukken. Ja, en dan aangedaan. Heb je het gezien? Heb je 2 keer achter elkaar gedaan? Ik heb hem ja. Uit ja, ja, aangedaan. Ja. Ze heeft hem uit aangedaan. Nou, nu is hij aan, hè? Ja. Nu is hij aan. Ja. Neem je op, hè? Ja. Even inzoomen, uitzoomen. Ja. En dan kan ik wil nog wat net daar aan die kant. Dat oranje dingetje daar bij het bord, dat wil ik nog opnemen. Nou. Is deze niet zwaar? Nee, ik ben wel wat gewend aan mijn schouder. Ik heb hem heel dichtbij. Oh, nou krijg ik het weer niet op. Ja, hij zakt een beetje, Lies. Ja, ik merk het wel. Moet je even de camera eens vastzetten? Van die kant uit. Koud. Oh, ik heb koud. Ja. Het is koud. Huh? Nou, ik heb het nu al bekeken. Loopt die? Ja, dat was het dus aan het doen. Zie jij verschil in de zoeker, of die loopt of niet? Dat heb ik nog niet. Ik weet niet wat de zoeker is en ik weet ook niet wat... Waar je doorheen kijkt, dat is de... Ja, nou, en wat moet daarmee gebeuren dan? Daar zie je niks veranderd als dat hij aan of uit is, hè?
Nee. Want bij ons namelijk zit daar een heel klein rood lettertje, een R, ja, van run. En als die aanstaat, dan flikkert dat. Dan weet je dus altijd hij is aan. Oh ja, nee, bij mij zit links een streepje. Oh. Iets, een wit gelig blokje aan de zijkant. Zal ik hem even loslaten? Ja, als je nu eens indrukt, misschien gaat hij dan wel uit. Nee, die blijft. Nee, want je staat nog niet op pauze. Nou, ik heb hem losgelaten hoor. Die oranje knop? Ja. Nou, hij blijft nog op, hij loopt nog steeds. Druk hem eens in dan. Hey, alleen dat je mag. Ja. Nou, moe. Maar is daar geen verschil in dan? Loopt er niks in de camera nu? Ja, heel bovenin zijn er nu lampjes. Hier. Moet je dat lelijk kijken? Dat had ik nog eerder nog niet gezien. Iets drie lampjes, een rood, een oranje en een geel. Mag ik even kijken wat het verschil is dan met aan en uit? Zal ik hem even uitdoen? Ja, lijkt me ook wel. Wat moet ik horen? Nee, dank je. Precies. Je hoort even klik. Nu staat hij weer uit. Even kijken wat nou te zien is. Nu wel, nu loopt hij wel. Er is helemaal niks te zien in de camera verder. Want die rode dingetjes, die dat zijn. Bovenin. Dat heeft te maken met licht. Oh. Volgens mij. Hallo? Ja, dat heb ik nu gedaan. Even kijken, misschien reageert hij op geluid. Nee. Niet helemaal. Loopt hij? Ja, hij loopt nou. Oké. Okay. Kom maar hoor. Die twee zien. Al in de zak, ik kan wel duidelijk zien dat het koud is. Evelien, over de kak heen. Zo, alsjeblieft, dat is een knul, hè? Gaat u gang hoor, meneer. Alsjeblieft. Staat erop. Gaat snel. Wat is er nou weer van plan? Moet je kijken. Ja, dat kan je niet volgen, hè? Dat ging even te snel. Daar rekenden ze niet op. Je moet toch wel een vlotte reactie hebben, hè? Als iemand aankomt rennen, dat je gauw de andere kant op gaat. Ja. Maar het geeft toch helemaal niet? Het is toch op een statief. Hoe is het met jou? Goed. Nee. Hoe gaat het met de kinderen? Prima. En met je man? Ook. Fantastisch, kan niet beter. Ik hoor dat jullie net met vakantie zijn geweest. Ja, joh, weet je wat we gedaan hebben? We zo lekker, zo weet je, zo. Skiën? Ja, hier. Oh jee, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar zou ik ook nog niet eens durven. Maar weet je dat ik hier ook aan het skiën ben? Ja? Waarover? Over de hondenpoep. Ach, het zien. Nou, dat vind ik echt een troep hoor. Heb jij zelf ook een hond? Laten zien. Jasses. Heb jij een hond? Nee. Een kat dan? Ook niet. Nou, ik ook niet hoor. Ik moet die beesten niet hebben die hun behoefte buiten doen. Zeker niet op de stoep waar kinderen moeten lopen. Nee, dat vind ik echt troep. Hey. Ja, zeg, het spijt me. Ik moet er vlug vandoor. Ja? Ik heb zo druk. Weet je, we maken nog een afspraak. Ik bel je op. Oké. Afgesproken. Tot Dag. Ziens dan maar weer. Dag. Groetjes thuis, hè. Dag. Ik moet doen alsof het de modeshow is. Modeshow. Oh, hij loopt al, hè? Ja, dit is Mario, die je daar ginds in beeld, duidelijke meisje daar. Ze speelt met haar voeten op een hekje, want ze heeft prachtige laarzen. Een beetje gehakt. Kan je even je laarzen showen? Ja. De laarzen zijn in beeld, hoop ik. Kom maar een stukje hier naartoe. Ja, al de hele tijd. Nee. Daar komt ze aan. Ja, een beetje kouwelijk, met de handen verborgen. Het is namelijk zo rond de 0 graden hier in Den Haag. Dag mevrouw. Hoe gaat het met goedemiddag. Nou, een beetje koud, hè? Ja, ik zie het. U ziet er erg verkleumd uit. Ja. Neusdruppels met dit weer. En wat bent u aan het doen vandaag?
Want ik dacht dat u een baan had en dat altijd werkte, maar... Ja, nee, dat klopt. Dit is dus ook voor mijn baan. Ik leer vanmiddag een beetje werken met een videocamera. Zodat dat straks weer gebruikt kan worden in allerlei leuke en ludieke en ernstige en minder ernstige situaties. Dus als opbouwwerkster werk je ook met video? Als dat van pas komt. Nou, bijvoorbeeld. Laat ik een voorbeeld noemen. Binnenkort gaan we op school een project doen over de geschiedenis van deze wijk. En een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld ook verhuizen. En dan denk ik dat het heel leuk is als je bijvoorbeeld... heel veel mensen moeten nu gaan verhuizen vanwege de stadsvernieuwing. En als je dan zo'n verhuizing opneemt en de verhuizende mensen interviewt en je laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Nou, en dan kan je dat kinderen op school laten zien bijvoorbeeld. Of als voorlichtingsfilmpje gebruiken voor mensen die nog moeten gaan verhuizen. Want ja, je ziet hier aan de overkant, het is dus één grote dichtgetimmerde... En zo gaat het er helemaal uitzien hier in de wijk? Ja, zo gaat het binnenkort met een heleboel straten. En nou, met name veel Marokkaanse en Turkse mensen die weten nog niet zo heel goed hoe dat allemaal toegaat in stadsvernieuwing. En als je zo'n voorlichtingsfilmpje kan maken over alles wat daarmee erbij komt kijken bij stadsvernieuwing, bij verhuizen, bij herhuisvesting. Ik denk dat dat heel nuttig is. Ja. In het opbouwwerk, ja. In het opbouwwerk en in scholen. En in scholen, en ja. En het vormingswerk en van alles en nog wat. Ja. Nou, geweldig. Ja. Fijn dat u deze... Graag. Kijk, wij zijn van het buurthuis Nelselaan. En we zijn een onderzoek aan het doen om te horen of mensen wel weten wat we allemaal doen. Heb jij daar een idee van? Ja, daar heb ik een groot idee van. Wil je iets over vertellen? Dus we hebben de instuif voor woensdagmiddag voor de kinderen, kleine kinderen. En woensdagavond voor de ouderen, tieners. En ze hebben de aerobic en naaiencursussen en breikursussen. En ze hebben vrouwenmiddagen en zo. Kom je zelf ook ergens op een van die activiteiten? Want je weet er wel een heleboel te vertellen. Ja, ik heb vroeger als vrijwilligster gewerkt met de kleintjes op de instijf en ik aerobic gewoon. En hoe vond je dat? Dat is heel leuk. Ja? Ja. Ja? Oké, wil ik aan jou ook wat vragen? Want jou kennen, ja, dat was trouwens Nathalie, hè? Geloof ik, als ik me dat nog herinner. En nou wil ik jouw naam ook even weten. Leandra. En, ken je het buurthuis ook? Nee, nog niet. Nee, dat dacht ik al, want ik heb jou nog nooit gezien. Zit je bij Nathalie op school? Ja. Want het gaat nog zo snel, hè? Daar moet ik oefenen. Oké, hey, bedankt en ik hoop jullie nog een keer terug te zien. Ja, oké. Dit was Gerda Jansen, die nu uit beeld loopt. Na afloop van haar diepte interview. Dag Gerda. We gaan eerst praten met tante Jans. Die is bijna 80 jaar oud en ze heeft vrijwel al die tijd in de Schilderswijk gewoond. En we hopen dat ze ons een beetje gaat vertellen over hoe het voor haar was, het wonen en werken in de Schilderswijk. Mag je nou vertellen wie je bent? Ik ben mevrouw Dool. Zeg maar enkel Dool. En ik woon Rijsselstraat 74, nieuwbouw. En ik woon hier zo ongeveer in deze schilderwijk, woon ik 65 jaar. Dus ik heb het een en het ander wel meegemaakt. Ik heb de oorlog meegemaakt van 14, dus van 1914. En de oorlog meegemaakt van 1940. Nou, in 1930 was het een hele slechte tijd. Maar zo lieveling is dat dan wel beter geworden. Nou, wat mijn werken betreft, ja. Ik heb op de wasserij gewerkt, op de Loosduinseweg. Bij de Adelaar. En ik heb gewerkt in de Polkliniek Bierkade. Bij de doktoren. Ik heb een cafébedrijf gehad. Daar om de hoek van de Van der Neerstraat. Ja. De café Sport.
Nou, en ja, slechte tijd is het altijd geweest, maar nu nog. Het is nog een slechte tijd. En kan je ons wat vertellen over hoe dat nou ging vroeger? Want naast dat je in de wasserij werkte of bij de polykliniek of je café, had je ook het huishouden. En hoe deed je dat allemaal samen? Hoe... Nou, dat is, ik werkte aan de polykliniek bierkade van 3:30 tot 4:30. En dan ging ik naar huis toe en woonde ik in de Pretoriestraat. Ik zal niet meer weten wat ik nummer. Nou, en als ik dan thuis kwam, dan was dat nog vroeger kachel met houtjes en kolen. En die had ik dan 's ochtends al ingelegen, schoongemaakt en ingelegen. En dan kwam ik thuis en dan stak ik mijn kachel aan. En dan ging ik, was vroeger nogal bezig, direct met werken, wat mijn slaapkamer betreft. Want ik moest pas om 10:30 beginnen. En ik was al om 7:00 op, dus dan deed ik mijn slaapkamer, mijn huiskamer. Mijn aardappelen stonden klaar, mijn groente was afgekookt, mijn vlees was gebraden. Nou, en dan kwam mijn man van zijn werk thuis. En dan dronken we een kopje thee en dan ging ik de aardappeltjes opzetten, eten klaarmaken en dan gingen we eten. En als we gegeten hadden, ging ik naar de keuken toe en dan ging ik de vaten wassen, dat spreekt vanzelf. Ging een lekker kopje koffie zetten en ik kwam binnen weer, was dat allemaal gedaan. En dan dronken we een kopje koffie en dan gingen we gezamenlijk naar de televisie zitten kijken. En toen jouw zoon geboren was, deed je toen het huishouden enkel of had je nou, het dan ook nog een baan? Werkte ik ook nog, want dan ging die kleine jongen naar mijn moeder toe en dan ging ik gewoon naar mijn werk. En de wasserij waar ik werkte, daar werkte ik van 7:30 tot 's middags 4:00. Ja. Achter de mangel stond ik dan. Nou, daar hadden we ook dan schaft en eten en zo, wat je dan kon doen. Een sigaretje roken, dat zat dan natuurlijk ook in. Nou, en dan ging ik naar huis toe. En ja, precies hetzelfde doet mem, zal ik maar zeggen, eten koken en wat ik nou net gezegd heb, ja. Dat heel gewoon. En we gingen natuurlijk, wel het is zaterdag op zondag, gingen we natuurlijk uit. Als je nou eens vergelijkt vroeger, toen jij jong was, hè? Ja. Jonge vrouw was. En je jonge vergelijkt vrouw, dat met... Wat in de welke leeftijd bedoel je? Nou, toen je getrouwd was en je had al een kind en je werkte zo, ja, zeg maar, in de 20 was je toen. Mm-hmm. Hè? Als je dat nou vergelijkt met vrouwen van nu, wat vind je dan het grootste verschil? Nou, dat is een doodmakkelijker hebben als wij vroeger. Als wij van ons werk vandaan kwamen, waren we doodmoe. Maar dan moest je ook je huishouden nog doen. En als ze dus nou gaan werken, die vrouwen, dan komt de man ook of die heeft bijsteun, of noem je dat, ja, bijsteun. Dan komen ze thuis, dan staat het eten al op tafel, maar dat was bij ons niet. Mannen die deden niks, die kwamen van de werk thuis. Nee, dat is eerlijk waar, die kwamen van de werk thuis. En die gingen zitten en is de koffie al klaar? Ja, de koffie is al klaar. Nou, manier van spreken. Nou, dan zat je gezellig wel te praten, maar de vaten al was. En dan kwam je juist niet naar de keuken toe zeggen, zal ik je even helpen, meid? Ben je gek. Dat is nu veranderd. Dat is nou anders. Nou, doen de meeste mannen doen het werk, maar als de vrouwen die thuis komen, kunnen ze gaan zitten. Nee, dat is eerlijk. Nou, dat is eerlijk waar wat ik nou vertel. Want ik sta er wel eens van te kijken, hoor. En ik denk, als je nou alleen nog neemt een zoon. Goed, we zijn nou aangeland in de winkel van Arnold Fijn. En we praten met zijn vrouw die hier ook werkt. Misschien kan je even je naam zeggen. Rini Fijn. Ja. Rini, ja. En jij werkt in de zaak van je man. En hoe lang doe je dat al? Sinds we getrouwd zijn, dat is al erg lang. En ik werk dus eerst iedere dag, nu om de dag. Ja. Net een beetje hoe het uitkomt, met drukte, met ziekte. En jij hebt naast je werk hier in de winkel, heb je ook een gezin en een huishouden. Hoeveel kinderen heb je? Twee kinderen. Ja. En hoe combineer je dat werk hier met je huishouden? Nou, toen we dus begonnen en we kregen dus kinderen, dan, zolang ze klein zijn, gaat het allemaal wel. Je vliegt van huis naar winkel, van winkel naar huis. Plus dat ik onder mijn schoonmoeder woonde, dus die keek ook vaak of die paste ze op of zo. Gaan ze naar school, dan krijg je wat meer ruimte.
Dus dan heb je wat meer vrije tijd om naar de winkel te kunnen gaan. En dan om 3:30 ging ik toch alweer naar huis toe, dat wel. En we hebben vorige week hebben een oudere mevrouw ook deze vragen gesteld. En zij vond het heel erg opvallend dat jongere mannen nu veel meer meehelpen in het huishouden. Ja. Meer zich daarmee bemoeien. Hoe zit dat bij jullie? Nou, vroeger had je echt het patroon van mannen en vrouwen. Dat heb je nu natuurlijk niet zo erg meer. Nu al helemaal niet meer eigenlijk. Ja, hoe zit het bij ons? We vallen denk ik net een beetje tussenin van als het druk is, helpt hij. En als het niet druk is. Maar ja, vergeet niet dat hij zelf ook altijd laat thuis is. Ja. Dat is natuurlijk wel het verschil. Voorheen repareerde hij zelf ook nog. Ja, en dan was het wel eens 10:30, 11:00 dat hij thuis kwam. Plus dat we samen de boekhouding deden. Dat doen we nog wel, maar het is allemaal wat makkelijker met die computer en zo. Ja, ik hielp hem met de boekhouding en hij hielp ook wel eens met de kinderen. Of eten klaarmaken doet hij ook wel eens. Nou, alhoewel niet zoveel meer, want dat zeg ik, de kinderen doen erg veel ook. Ja, ja. Zeg maar verschil met 3 jaar geleden. Niet zo veel verschil. Het blijft gewoon amicaal, dat wel. Je bent af en toe wat banger. Dat is wel het verschil. Ja. Hoe ziet hij er in de toekomst? In deze buurt? Ja. Hangt er vanaf wat ze nog meer plat gaan gooien. Ze hebben het een en ander plat gegooid. Maar op zich ziet dat niet zo zwaar in. Dat zal wel wel lang. Thuis wel eens overhoek van het veranderen van deze buurt? Nee, als ik thuis ben, dan ben ik thuis met iemand. Dus dan is de deur dicht en dan ben ik er buiten over. Bent u bekend met het buurthuis en activiteiten hier? Nee, hier in de buurt ben ik er niet bekend mee. Ik kom zelf uit Schiedam, dus wat hier in de buurt voor de rest afspeelt en zo. Geen idee. Kom op. Wat zo verleden? Ik verzoek je erin, ja. Analapa, analapa, dom, vierde, vierde, makama, matat. Hoe vindt u het hier om hier te werken? Het werk op zich is een leuk project. De buurt die is. Die werkt wat minder mee. Er wordt met name veel weggehaald, materiaal en dergelijke. En ja, dat valt niet altijd mee natuurlijk. Dat zijn allemaal extra kosten die voor ons erbij komen. En wat voor woningen bent u hier aan het maken? Er worden gewoon, wat voor woningen. Het zijn gewoon, we hebben van beneden hebben we dus groep woningen aangepakt. 2 woningen waar we 1 grote woning van maken voor grote gezinnen. En dan komen er... tweede verdieping wat kleinere woningen. Dus laten we zeggen gezinnen van met 2, 3 kinderen of zo. Beneden echt voor over het algemeen buitenlandse gezinnen met meerdere kinderen, 4, 5, 6. Er zijn echt grote woningen met 3, 4 slaapkamers. En wat voor woningen hebben daar gezeten vroeger? Nou,
Dat waren dus de traditionele woningen die we hier allemaal kennen. Met één woonkamer, een kleine kamertje en een keukentje. Als dit alles af is, zou u er dan willen wonen? Of ik er zou willen wonen? Daar gelaten dat ik al een woning heb natuurlijk. De woning op zich zijn leuk, de buurt die bevalt mij wat minder. Wat hoorde ik daar voor commentaar? Nou, ze heeft nog een toren tussen, maar je staat nog in de buurt. Ja, kom maar. Kom maar. Ja? Nee, ja, grote mond. Groot stokpoten tussen. Kom nou maar voor een interview. Ja? Ik zit daar niet mee. Nee. We zijn bezig met een interview in de wijk over de relatie tussen werk en wonen. Hè? Dat mensen hier wonen en ook werken. Ja. En dat steeds meer mensen hier wel wonen, maar niet werken. Hoe weet je dat? Nou, omdat hier niet zoveel alle... Alle werk gaat hier de wijk uit. En daar zijn wij tegen. Er zijn hier geen firmatjes meer waar je werk kunt vinden. De meeste mensen willen hier dan nog wel net wonen, maar niet werken. Is nooit geweest hier zo in de buurt. Ik woon hier 24 jaar, is nog nooit geweest hier in deze buurt. Ja, maar hier waren toch allerlei firmatjes. Ik bedoel, als hier een bakker was, dan had hij zijn bakkerij, maar dan woonde die hier toch ook. Ja, tuurlijk had hier wel bakkertjes zitten en kleine winkeltjes, maar verder zat je hier geen bedrijven, dat je hier, dat de mensen uit de buurt in dat bedrijf werkten. Dat is hier nog nooit geweest. Nee? Nee, is nog nooit geweest. Dus alle firma's die hier nou zijn gekomen, die zijn nieuw, die zijn van de laatste jaren. Wat voor firma's zijn hier gekomen dan? Heb je één firma hier zien zitten op in deze buurt? Nou, ik Nee. Dus wij zijn hier uitgestuurd met de op dat om de gaafheid te wonen werken te verdedigen, terwijl dat hier nooit geweest is. Dat is hier ook nooit. Nee, maar ik kan het niet begrijpen. Ik denk dat je gewoon een verkeerd indruk van deze buurt krijgt. Of dat tegen je gezegd is wel dat het hier is, maar het is hier nog nooit geweest. Moet je luisteren naar de zoveel jaar dat je hier woont, dan weet je, moet je dat toch wel weten. Het zijn alleen kleine zelfstandige winkeltjes geweest, maar nooit waar mensen hun werk hebben kunnen vinden. Dat is hier nooit. Nou, mooi is dat. Daar sta ik dan mooi op. Zou dat kunnen dat u hier woont en dat u de wijk, dat u er werkt, of zegt u nou nee, dat moet ik scheiden. Ik moet daar niet gaan wonen, want als ik daar woon, dan zou ik ergens anders moeten werken. Nou, ik denk wel dat het kan, maar ik denk niet dat het verstandig is om te doen, omdat het toch vaak door elkaar heen gaat lopen. Als je zojuist iemand bekeurt omdat hij door een rood licht knalt en het blijkt de volgende dag je buurman te moeten worden, dat lijkt me niet echt prettige buurman dan. Ik denk niet dat het voor alle tweede partijen beter is. Dat geldt voor elke wijk? Ik denk het wel. Dus u werkt het liefst niet, of u gaat niet werken in de wijk waar u nu woont? Dat klopt, ja. Dat is inderdaad. En dat is ook het beleid van de gemeente zelf, dus van het politiekorps. Zit hier in deze wijk een eigen bureau, wat echt hoort bij deze wijk? Dat klopt, ja. Dat is het bureau aan de Van der Vennestraat. En dat is in de hele Schilderswijk bekend als het bureau. Vindt u het prettig om in deze wijk zeg maar uw handel te drijven en te wonen? Kunt u daar iets over zeggen? Nou, ik vind het wel prettig om hier mijn handel te drijven, maar wonen, ik zou toch beter willen wonen natuurlijk. Vooral als je kinderen hebt. Ik heb nu dus twee kinderen en ik zou dus liever buiten deze wijk zijn. Heeft u daar vanaf het begin, 12 jaar geleden, zo over gedacht? Of is er in die gedachte een bepaalde ontwikkeling te bespeuren? Nee, het heeft te maken met de gezinsuitbreiding, hoor. Daarvoor heb ik er niet zo bij stilgestaan. Het is meer de woonruimte dan de woonomgeving, ja, die van invloed. Het is meer de woonruimte ook, ja, kan je zeggen. Ja, het is wel, anders is het wel prettig hier in de buurt. Ik heb er geen moeite mee. Want hij werkt al heel lang in de wijk, hè, meneer? Al 42 jaar lang woon ik hier in dit wijkje zo. En het bevalt mij best hier zo. U heeft ook vanaf 42 jaar geleden uw zaak hier? Nee, mijn moeder is 2 jaar geleden overleden. Dus, en ik zet de zaak zo een beetje voort omdat ik zelf niet meer werk. Kunt u heel kort aangeven, heel kort vertellen wat nou het verschil is tussen 42 jaar geleden hier wonen en werken en nu in 1988 hier wonen en werken?
Ja, mooi luister, weet je, het is, je hebt hier al die buitenlanders hier ook. Nou ja, goed, het interesseert me heel weinig. Ik heb geen last van niemand. Want ik zeg de mensen die ik ken, goeiemorgen en goeiemiddag en goeienavond en verder zeg ik niks. Dus ik ken heel weinig de mensen, want ik ga maar een beetje oppervlakkig er vanaf. Is het, u zegt net, ik heb 2 jaar geleden het zaakje overgenomen, maar u heeft ook uw moeder in de zaak zien werken. Ja. Is het nu met de veranderende bevolking anders handelen dan vroeger of maakt het verder weinig uit? Nou, het is de laatste jaren, dat zei ik al 10 jaar, is die zaak al achteruit gelopen. Want de 2,5 jaar, het is oude wedstrijd, bestaat niet meer. Het lukt niet meer, het wil niet meer. En dan bedoelt u afzakelijk de Nederlandse mensen die dat niet meer doen? Nou ja, ook net zo goed. De buitenlanders en de Surinamers of alle mensen hetzelfde. Ze nemen dat niet meer, dat spul allemaal. Het is de oude wedstrijd, de antiek zeggen ze allemaal. Ja. U vindt het nog wel prettig om hier te blijven wonen en werken? Ach, weet je, dus dan kan ik bij mijn eigen thuis gezeten, want ik woon zelf hier in de Netzenstraat. Dan zit ik ook tegen 4 muren om te kijken. Ik heb hier alle dagen mijn afleiding en je komt nog met mensen in contact. Dus ik doe het met plezier. U heeft het over die contacten. Kunt u daar iets over vertellen? Met de contacten, over de contacten hier met de mensen in de buurt? Nou ja, de mensen komen hier binnen en ze vragen wat of ze kopen wat. En ja, precies, basta. Heeft u veel vaste klanten? Nou, dat was wel, toen mijn moeder, laat me zeggen, die heeft zo'n 50 jaar hierin gezeten. Maar de laatste jaren, die zaak is, de wijk is hier een beetje verpauwen. Dus de... Amalapa, analapandum vijet, vijet amakamamatat, agewumigantat.